Voor de mensen die ik me niet kunnen voorstellen. Mijn naam is Alfons, ik ben nu butler voor vandaag, gastheer, ceremoniemeester. En eigenlijk aan mij de buitengewoon belangwekkende taak om ervoor te zorgen dat deze livestream enigszins gladjes en vlotjes gaat verlopen. Wat hebben we voor u in petto? Kan ik u vertellen. We hebben een aantal interessante sprekers in de vorm van wethouder Tom Spek van de gemeente Sliedrecht. En namens de directie van Forum is hier algemeen directeur de heer Hans Meurs, die een woordje zal gaan spreken zo dadelijk. En de heren zullen ook een officiële handeling gaan verrichten om deze prachtige bijeenkomst wat luister bij te zetten. Als het goed is, hebt u ook allemaal een proostpakketje gekregen met daarin een flesje en een glaasje. Kom ik straks nog even op terug. Maar ik denk dat het goed is dat we eerst even het woord gaan geven aan meneer de wethouder. U had natuurlijk gedacht, meneer Spek, om hier vandaag een paal te gaan slaan wellicht, of een lint door te knippen, waar zijn wethouders goed in, zullen we maar zeggen. Het gaat vandaag even een klein tikje anders, daar komen we straks op terug. Maar ik zou u graag als eerst even het woord willen geven. Dank je, Alfons. Leuk dat ik hier mag zijn. Walt Disney, die bekende producent uit Amerika, die zei ooit iets als: Je kunt ontwerpen en creëren wat je wilt. De mooiste plek van de wereld kan je bouwen. Maar je hebt mensen nodig om een droom waar te maken. En dat is precies waar we vandaag mee bezig zijn. We zijn hier op de bouwplaats om uw droom werkelijkheid te maken. En daar hebben we gelukkig een heel prachtig team voor die al veel hebt laten zien hier. Ik ben erg blij dat we in fase 3 zitten. De laatste fase van de staatsliedenbuurt. Een wijk die 10 jaar geleden nog een heel andere look en feel had. En nu een prachtige gemixte wijk is met mooie woningen. En dat u daar ook voor gekozen hebt, heeft misschien ook wel te maken met het feit dat het woningen zijn die gelijk ook toekomstproof zijn. Ik ben niet alleen wethouder voor wonen, maar ik ben ook wethouder voor duurzaamheid. En ik ben erg blij dat hier de huizen neergezet worden die we eigenlijk overal in Sliedrecht willen. Namelijk dat zij energiezuinig zijn en dat zij toekomstproof zijn. En ik wil u bijvoorbeeld al feliciteren, want al die andere woningen in Sliedrecht die krijgen dat allemaal nog aan hun broek. Dat ze van het gas af moeten, dat ze nog moeten isoleren en gaat zomaar door. En straks als uw huis klaar is, dan bent u er in één keer vanaf. U zit gebeiteld voor de komende jaren. Ik ben ook heel erg blij dat we het niet alleen over het bouwteam hebben en over stenen, maar dat we het ook tegen u hebben. Want u bent onze inwoner van Sliedrecht. Nu al. Ik hoorde dat 40% zelfs van buiten Sliedrecht komt. Ik kan u verzekeren, u hebt een fantastische keus gemaakt om in ons mooie dorp te komen wonen. Voel u welkom en als u straks in uw huis woont en met elkaar kunt u ook uw droom hier samen werkelijkheid laten worden. En daarom wens ik u veel geluk met wat er de komende maanden hier neergezet wordt, wat straks uw droom is. En ik wens Van de Vorm en alle anderen heel veel geluk met het bouwen en het realiseren. Een stukje van het gebouw, maar de droom, dat zou u echt zelf moeten doen. Wees welkom, gefeliciteerd met deze start van fase 3. Dank u wel, meneer Spek, namens de gemeente Sliedrecht. Ja, mooi hoor, prachtig. Enthousiast haalt u iedereen Sliedrecht binnen die nog niet in Sliedrecht woont. En hebt u iedereen enthousiast welkom geheten die al hier wel woont. We komen straks nog even bij u terug, meneer Spek, voor die officiële handeling, want u wordt daar nog zeker bij betrokken. En tot die tijd ga ik even het woord geven graag aan de heer Hans Meurs, algemeen directeur van Forum. Ja, dankjewel Alfons. Ja, welkom allemaal ook namens mij, namens Forum, namens het hele team. Heel bijzonder hoe we hier bijeen zijn en dat het dan toch lukt om zeg maar die eerste handeling te vieren. Weliswaar op een bijzondere manier, maar het lukt dan toch maar weer. Wat ook wel heel bijzonder is, is dat we een heel breed koperspubliek hebben. En de jongste koper is 21 jaar en de oudste koper is... Of kopers is 84, oh ja, een van de twee is 84 jaar. En meer weet ik eigenlijk niet van deze mensen. Want in het kader van de wet privacy mag ik niet de namen weten. Dus ik heb eigenlijk een vraag aan u.
De 21-jarige en de 84-jarige, zijn die aanwezig? Kunnen we op een of andere manier zien wie dat zijn? Mag dat? Ja, zou de 21-jarige kunnen zwaaien en de 84-jarige kunnen zwaaien? Kan dat? Links onderin. Daar zie ik denk ik de 21-jarige. Ja, dankjewel. En 84? Zijn jullie er ook? Want dat zijn Jan, Isendoorn en Eva. Maar jullie zijn er niet, denk ik. Nou, maar misschien wel ontzettend fijn dat jullie gekocht hebben. En Staatsliedenbuurt is dus een buurt voor iedereen. Het is een vernieuwde oude buurt. Alles wat goed was, is gebleven. En alles wat niet meer goed was, hebben we met elkaar verbeterd. Misschien is het wel leuk om te vertellen dat het allemaal begonnen is in 2013. En toen is de klankbordgroep, de mensen die hier allemaal woonden, samen met Tablies en samen met de gemeente, zijn ze gaan kijken van hoe gaan we de wijkvisie optuigen. Dat is eind 2014 in de gemeenteraad vastgesteld. Dat is denk ik nog voordat jij wethouder was, denk ik. En uiteindelijk is dat een soort startnotitie geworden met de kaders van hoe moet deze buurt eruit gaan komen zien. Toen zijn wij als Forum en Van Houwelingen zijn wij bij betrokken geraakt. Wij als Forum feitelijk omdat wij oude uitbreiding West hadden gedaan. Misschien kennen jullie dat wel, een buurt in het, aan de zuidkant van Sliedrecht. Hele mooie buurt ook. We hebben er ook met elkaar een planning gemaakt. En wat eigenlijk ook wel heel bijzonder is, dat er tot de dag van vandaag die planning die toen is gemaakt volgen. Nou, nogmaals, we zitten nu in fase 3. Heel divers. We maken eens gezinswoningen, benedenbovenwoningen, appartementen. Woningen voor gezinnen, voor ouderen en voor jongeren. Nou, dat zegt wel genoeg, hè. 21 en 84 jaar, heel veel breder kan je niet hebben. Nou, zoals de wethouder al aangaf, ze zijn ontzettend duurzaam. Dus dat is natuurlijk heel erg gunstig voor jullie, ook voor je energieverbruik. Rest mij ook om vooral alle betrokkenen heel erg te bedanken. Tablies om te beginnen, want deze buurt was van Tablies. En Tablies is samen met de gemeente de initiatief nemen. Dus ik weet niet of Lisbeth aanwezig is. Lisbeth is eindverantwoordelijk voor Tablies. Maar bedankt Tablies aan jou en al je collega's. Ja, Ton, ook jij bedankt. Jullie als gemeente hebben gewoon perfect werk geleverd. En zoals dat hoort in Sliedrecht, ook gewoon lekker doorpakken. Het is misschien niet Rotterdam, maar van doorpakken kunnen ze hier ook enorm. Nou ja, we hebben net ook besloten om nog 2000 woningen erbij te bouwen. Ja, dat heb ik gezien. En daar moeten we ook misschien nog eens over hebben. Ja, nou, wij dragen daar graag ons steentje aan bij. Ja, Van Houwelingen en Vorm, die pakken dat samen op. En ik denk dat we samen een hartstikke goed team zijn. Het is, we hebben een goede samenwerking, we hebben het ook eigenlijk wel heel gezellig samen. Het zijn 42 woningen allemaal verkocht. En ik zou zeggen, ontzettend gefeliciteerd. Ga je ontzettend genieten van jullie nieuwe huis hier. Misschien wel heel even leuk om te melden dat Dennis en Wim... En ik weet niet, kunnen we even die kant op draaien of kunnen zij deze kant op lopen? Dennis en Wim, die zijn verantwoordelijk voor jullie woningen. En meestal zijn die mannen die het echt maken, staan een beetje op de achtergrond. Rechts zien jullie Dennis, links zien jullie Wim. En samen zijn ze inmiddels goed voor om en nabij de 1000 6D-woningen. Dus ze doen het niet voor het eerst. Wim al heel lang, Dennis wat jonger. Maar samen hebben ze inmiddels ongeveer 1000 woningen gemaakt. Enigszins soortgelijke woningen als deze. Dus wij gaan een super kwaliteitshuis voor jullie maken. Of liever gezegd, dat gaan zij doen. En nogmaals, ontzettend gefeliciteerd en geniet er straks van. En straks is... In ieder geval in het derde kwartaal van 2021. En zij proberen nog voor de bouwvakvakantie volgend jaar op te leveren. Maar dat is echt afhankelijk van heel veel dingen. Weer, wind, u kent het. En ook nog wel een beetje krijgen we heel veel last van corona. Maar zij gaan stinkend uw best voor jullie doen. Dank jullie wel. Dank u wel, meneer Meurs, voor uw mooie woorden. We gaan, dames, ik zie u allemaal zeer aandachtig kijken daar op de bank of aan tafel of waar u ook zit. Maar ondertussen zie ik u ook een beetje popelen van ja, maar we hebben dat proostpakketje gekregen. Moeten we daar niet iets mee? Hebt u het allemaal al uitgepakt? Hebt u allemaal het glaasje en het flesje al apart staan? Hebt u allemaal uw bouwnummer al uit dat proostpakketje gehaald? En als dat zo is, houdt u allemaal even dat bouwnummer goed in beeld. Dan kunnen uw buren kunnen dan even zien wie u bent, waar u zit en hoe u eruit ziet. En of zij zich alvast kunnen gaan verheugen op een kennismaking. En ik zie al steeds meer mensen
enthousiast kijken als zij ontdekken wie hun buren zijn. Ik zie er 45, 64, 49, 40, 29, 93, 42, 42, pauw nummer 42. Die moeten we even onthouden volgens mij. Daar gaat straks nog iets, mee gebeuren. Prachtig, even kijken. Zit u een beetje prettig daar, de nummer 54? Nummer 54 zit daar met z'n drieën daar. Ziet het goed? Wat staat daar? Wat staat daar nou? Oh, er staat niks. Oh ja, er staat wel iets. Barry. Barry, toch? Daar, nummer 54. Ja. Zit erbij. Is het al een beetje... ziet u mij wel? Ja? Oh, oké. Okay. Ondertussen overigens zijn de heren wethouder en meneer directeur en meneer Meurs zijn bezig om de passende kledij aan te trekken om zo dadelijk de bouw op te gaan om de officiële handeling te gaan verrichten, dames en heren. Heren, bent u er klaar voor? Jazeker. Bent u er helemaal klaar voor? Ondertussen, dames en heren, kijkt u nog even rustig naar uw buren. Hou elkaar even goed in de gaten. Ik ga de heren uitnodigen om naar de bouwplaats te gaan om daar de handeling te verrichten. Ik zal even uitleggen wat die handeling is. Dames en heren, de heren gaan een paar stenen leggen, een paar eerste stenen bij een bouwnummer. Dat is 42, heb ik het goed? 42. Ik zie daar, ik zag daar een mevrouw van bouwnummer 42. Ja, bouwnummer 42. Die heren gaan dus uw huis een stukje al vormgeven door twee stenen daar te gaan leggen. Dus hou de camera gereed en zorg dat u het allemaal in beeld krijgt. Bent u er klaar voor, hoor? Zij doen het overigens niet helemaal alleen. Arie gaat hen daarbij assisteren en dat is ook heel erg verstandig. Want u wil natuurlijk wel dat het een beetje fatsoenlijk gebouwd wordt. Heren, bent u er klaar voor? Heren? Ja, ben u er klaar voor? Zou u uw plaats in willen nemen met de gepaste afstand uiteraard? Ik zie hier weer Hans Meurs, die gaat de eerste steen plaatsen. Dit is overigens, dames en heren, voor de helderheid de achtergevel van bouw nummer 42. In feite staan wij in de tuin, die er nu nog een beetje onderkomen uitziet, maar dat gaat allemaal heel fraai. Ja, het is gelukt! Ik zou bijzonder graag een groot applaus willen vragen voor meneer Hans Meurs. Maar ja, het publiek zit op afstand en thuis en we kunnen hen helaas niet horen. Dan mag ik meneer Ton Spek, wethouder van de gemeente Sliedrecht, uitnodigen om de volgende steen te gaan plaatsen om dit prachtige moment luister bij te zetten. Arie doet even nog de voorbereidende werkzaamheden. De cement wordt aangebracht. Het bouwblok weegt 120 kilo, vandaar dat het met een kraantje wordt aangebracht. En we willen natuurlijk niet, meneer de wethouder, die voornamelijk gewend is linten door te knippen, een blok van 120 kilo op laten tillen. Dit gaat erg goed, meneer Spek. Ja, die moeten in elkaar vallen, die blokken, ja. Ja. Ik zie de mensen thuis al denken van, wat fijn dat meneer Spek niet al die huizen hoeft te bouwen. Want dan gaat het wel erg lang duren. Gaat goed, meneer Spek. Erg goed, erg goed. Ja, en natuurlijk een luid applaus vanaf de bank voor meneer Spek. En voor de heer Meurs, hartelijk dank, heren, voor het plaatsen van de eerste twee stenen van bouw nummer 42. Het is op voortreffelijke wijze gedaan, mogen we wel zeggen. Ik denk dat het het moment is dat u terug mag keren, zodat wij de toast kunnen gaan uitbrengen. Oh ja, een heel goed initiatief. Ik zie de heren met een pen staan, want ze staan te popelen om hun handtekening te zetten op dit prachtige stukje bouwwerk wat zij zojuist hebben verricht. Als eerste gaat de heer Hans Meurs namens Vorm een prachtige handtekening zetten op de steen die hij heeft geplaatst. Hartelijk dank, meneer Hans. En dan nu de heer Ton Spek, wethouder van de gemeente Sliedrecht, die natuurlijk ook niet achter mag blijven in het zetten van zijn handtekening op dit prachtige stukje bouwwerk. Het vuurwerk is gestart en ik mag de heren uitnodigen terug te komen hier voor het uitbrengen van een toast. Zo, heb je het allemaal een beetje kunnen volgen, dames en heren, daar thuis? Is het allemaal, kwam het een beetje goed over? Ja, kijk.
Heren, we gaan een toast uitbrengen. Heeft iedereen zijn glaasje ingeschonken daar thuis? Mag ik allemaal even het glas heffen, dames en heren? Neem uw tijd. Ik zie daar mensen die nu pas de fles openmaken. Ik zie ook al lege flessen. Mensen die al alles al leeg hebben, die het iets te lang heeft geduurd. Ik dacht, we slaan het vast achterover. Als u allemaal even goed het glas in beeld houdt, dan hebben we daar een heel mooi plaatje van. Ik zie daar nog mensen denken van, hoe ging zo'n flesje ook alweer open? Ik zie ook mensen kijken van, ja, maar wij lusten helemaal geen Prosecco. Geeft niks, het gaat om het gebaar vandaag. We heffen even het glas met z'n allen. Ja, ik denk dat dit toch wel het moment is dat iedereen zover is. Heren, mag ik met u proosten op een prachtig mooie staatsliedenbuurt, fase 3. Proost! Kijk, het glas gaat omhoog, blije gezichten, iedereen. U hoeft het niet meteen achterover te slaan, maar het mag natuurlijk allemaal wel, geen enkel probleem. Goed, dames en heren, ondertussen hebt u natuurlijk een klein stukje kunnen zien van de buurt waar u allemaal gaat wonen. Maar we hebben nog een kleine verrassing voor u. Ik was vanmiddag al even met de eerder genoemde Dennis op de bouwplaats. En daar hebben we even een filmpje voor u gemaakt. Gaat u er even naar kijken. Zo, we hebben dus een kleine verrassing voor u allemaal. We gaan even kijken op de bouw. Hoe ver is het nu met die bouw? Wat is er al gedaan? Wat moet er nog gedaan worden? En we gaan er even voor in gesprek met de uitvoerder. Want hier staat op de veiligheidsvoorschriften melden bij de uitvoerder. Dus dat gaan we zeker even doen. En die uitvoerder die zit hier in die torenkamer hierachter in de meest luxe bouwketen die je maar kunt voorstellen. We gaan even bij hem op bezoek. Dennis! Goedemiddag! Oh, goedemiddag! Goedemiddag! Meneer Dennis, u bent de uitvoerder? Jazeker. Nou, uw naam was al vooruit. Ik mag het helemaal hier afzetten? Ja. Eventjes zonder de bouwvoorschriften. Zo, hoe gaat het ermee? Ja, goed. We gaan maar even kijken hoe het ermee staat. Is dit het plan? Ja, dat is het plan. Dit is het plan. Kijk aan zeg. Kunnen we iets over vertellen? Dat we even kort door... Jazeker. We bouwen hier 42 grondgebonden woningen. Grondgebonden woningen. Gewoon een huis. Oh, dat is een huis. Een huis. Grondgebonden woningen is een huis. We starten eigenlijk vanaf hier. Ik denk als we straks naar buiten lopen dat we dat ook zullen zien. We gaan de bouwroute bouwen. Eerst 8 woningen. Wat bedoel je met de bouwroute? De bouwroute is de route waar we beginnen met bouwen. En waar we uiteindelijk ook eindigen met bouwen. Dus waar we ook eindigen met bouwen? Ja. Zullen we naar buiten gaan? Ja, we moeten naar buiten. We hebben hier eigenlijk niks te zien. Dus hier, mag ik even nog één opmerking plaatsen, meneer Dennis? Ja. Dit is wel een belachelijk luxe keten. Hebt u dat zelf zo bedongen? We doen ons best, maar dat gaat niet altijd lukken. Het is het is niet blijvend vrij uitzicht, want er gaan daar huizen gebouwd worden. Ja. Maar we hebben wel een mooi uitzicht voor nu. Het is prachtig uit. Ja, schitterend huis op de bouw. En Zullen we een kijkje nemen? Top. We gaan naar buiten. Oké, Alfons, voordat we naar buiten gaan, wil ik je eerst nog even wat laten zien. Want volgens mij kom je me ergens bekend van voor. Iets laten zien? Wat wil je laten zien, meneer Dennis? Kijk, ik was door een boek aan het bladeren. En wat viel me op? Vorig jaar, bij de startfestiviteiten. Kijk nou! Startbouw, staatsliedenbuurt voor. Ja, prachtig, schitterend. Ja, natuurlijk, ik wist dat ook wel. We zijn niet dat het zo schitterend was vastgelegd in een boek. Die staat er mooi op, Alfons. Kijk, ja. En ik hoop dat het vandaag ook weer goed wordt vastgelegd allemaal. Want daar gaan we alles aan doen natuurlijk. Komt er weer zo'n boek? Dat weten we niet. Dit is een 100 jaar voor een boek. Ik ga ervan uit dat hij niet meer komt. Jammer, ik ben er wel voor. Misschien dan een exemplaar te krijgen voor je. Ook, dat zou natuurlijk erg leuk zijn. Anders neem ik stiekem deze mee. We gaan naar buiten. Zo, we gaan eens even de keet verlaten. Ik denk de helm weer op. De helm weer op, Alfons. Ik ben al lang blij dat het nou eens een keer gewoon bouwveiligheid is en niet coronaveiligheid. Hè? Want het is, ja. We gaan welke kant gaan we op, meneer? We gaan die kant op. Die kant op. Ja. Meneer Alfons? Dit gaat het worden. Dit zijn de woningen die we gaan bouwen. Prachtig, hè? Dat dacht ik. Mooi tuitgeveltje, mooi puntje. Mensen boffen.
mooie streepjes in de gevel, dat dacht ik. Maar daar is het nog niet zo ver, hè? Daar is het nog niet zo ver. Gaan we even kijken. Zo, we zijn er bijna, meneer Dennis. Dat is mooi, ja. Dat zie ik hier allemaal, zeg. Dit lijkt me echt wel dit lijkt me nog niet de slotfase. Nee, dit is het beginfase. Hier hebben we de werkvloer gestort en de wapening aangebracht en de bekisting neergezet. En morgen gaan wij de fundering storten. Hier zit nog niks in, hier zitten nog geen leidingen, geen afvoeren, geen aanvoeren, helemaal niks. Dit is echt de basis. Dit is de basis, ja. Wapening zit erin, sparingen. Door dus gaten in de fundering waar de leidingen en de kabel doorvoeren straks voor de huisaansluitingen inkomen die zitten erin. Het enige wat we hoeven te doen is beton. Er zijn al blokken waar dat al gebeurd is. Ja, daar kunnen we nog heel even naartoe lopen. We gaan even kijken. Goed, hier zie ik dus geen bekisting meer. Nee, dit is de volgende fase, meneer Alfons. Hier hebben we de beton gestort. Dus hier eigenlijk de fundering staan. De leidingen van de warmtepompen zitten erin. Dus deze woningen krijgen allemaal warmtepompen. Warmtepompen? Warmtepompen. Wat houdt dat in? Dus leidingen gaan heel diep de grond in. Zo'n 120 meter. En die kunnen in de winter kunnen ze relatief warme water omhoog pompen. En in de zomer kunnen ze koelwater omhoog halen. Dus daarmee kunnen ze de woningen relatief goedkoop verwarmen of koelen. Het worden lekkere huizen. Het worden lekkere huizen. Ze zijn best groot, hè? Het zijn aardige huizen. Beukmaat 5 meter 10 of 5 meter 40. Zo, die mensen boffen. Prachtig. En we hebben nog een fase verder, hè? Ja, we hebben de volgende fase en dat zie je eigenlijk aan deze kant. Aan die kant al meteen. Ja. We hoeven alleen maar om te draaien. Alleen maar om te draaien. En wat is hier? Hier zie ik allemaal al leidingen, pijpen. Ja. Wat zie ik? Hier is onze Jacco is eigenlijk de huisaansluiting doorvoeren aan het brengen. De riool, of het riool. De waterleidingen. Hier gaan de eerste installaties worden hier aangebracht. Ja, prachtig, hè? En zo kleurrijk ook, hè? Ja, mooi, hè? Blauw, rood, groen, grijs. Ja. Fantastisch. Sta je niet meer stil, hè? Als je gewoon normaal in je huis woont, dan heb je geen idee van dat er een hele spaghetti onder de vloer ligt van allemaal leidingen en prachtige kleuren. Ik vind het schitterend. Eigenlijk jammer dat je dat gewoon niet meer ziet. Al die moeite. Oh, maar dit begint al wel op een soort mens van huis te lijken, meneer. Ja, hier liggen de vloerplaten, meneer Alfons. Ik zie het, ja. We gaan de grondvloeren van de woningen. Je hebt cassettevloeren, geïsoleerd aan de onderkant. Kun je ook zeggen, sta ik nou hier in de keuken, of in de gang, of in de woonkamer, of in de serre, of weet ik veel. Ik heb geen idee wat die huizen... Sorry? Hier begint de meterkast. Hier is een meterkast. Dit is het kruipluik. Hier kom je de woning binnen. Een kruipluik. Dat is een kruipluik. Als je leiding verstopt zit, kan je altijd nog even onder de vloer om een kijkje te Als je leiding verstopt zit? Dat wordt toch wel een beetje fatsoenlijk gebouwd, hoop ik? Nooit. Dat gebeurt nooit. Dat gebeurt nooit. Maar je weet maar nooit. Dus hier kom ik binnen. Daar kom je binnen. Zeg maar, ding dong. Ah, goedemiddag. De meteropnemer. Ja. Oh, kijk, de meterkast. Prachtig, zeg. En dan gaan we hier? Door de gang. Door de gang. En dan zelf de woonkamer. En ben hier in de woonkamer. En die kuilen hier, die gaan nog weg, denk ik, hè? Ja. Ik ben zo lastig als je zo door je woonkamer moet lopen, de hele tijd over dingen heen moet stappen. Dat kan natuurlijk niet. We kunnen er een knikkerputje in maken. Dat is ook wel weer gezellig voor de kinderen. Dat dacht ik. Ja hoor. Ik vind het prachtig. Waar komt dan bijvoorbeeld die trap naar boven? De trap naar boven... Een beetje een beeld krijgen hoe dat huis er dan uitziet. Hoor. Hier. Oh, yeah. Ja. En dan zeg maar hier ben ik dus thuis. En dan hier ben ik bij de buren. Ja, alleen gaat dat dan straks niet meer zo heel makkelijk om zo even van hier naar de buren te gaan. Dat gaat natuurlijk buitenom en op afspraak en op gepaste afstand, 1,5 meter. Maar misschien als we hier woont is dat allemaal niet meer nodig. Nou goed, prachtig, Dennis. Zullen we naar de volgende fase gaan? Is er nog een fase? Daar staan de wanden. Staan de wanden al? We kunnen misschien proberen om naar de buren te lopen. Eens even kijken of dat gaat lukken. We kunnen hier een woning binnen, meneer Alfons. Het ziet er inderdaad echt wel uit als een woning, hè? Even kijken. Oh, de kruipruimte. Pas op. Levensgevaarlijke toestand. Nog, straks niet meer. Dat is alles heel erg veilig. Ja, dit ziet er heel anders uit. Oh, hier zijn dus de geulen al dicht, zeg maar. Ja.
Kom nog wel een vloerbedekkentje, denk je? Zo'n gril noemen we een naadje, meneer Alfons. Vloernaden. Vloernaden. Dat is gebruikelijk, zeg maar. Ja. Ja. Hier komt de trap. Ja. Zeg maar, dit is mooi, hè? Je mist eigenlijk alleen nog een schilderijtje. Voor de rest is het al zo'n beetje klaar. Een mooie foto van u misschien? Oh, dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn. Zeg maar, hoge kamers ook, hè? Ja. Ja. Hele, oh, komt daar nog iets? Hier komt een mooie vloerplaat overheen. Door mooi wit spuiten. Overal wordt aangedacht. Overal aangedacht. En deze dingen gaan nog weg, hè, denk ik. Hè? Ja. Ja, want dat lijkt mij persoonlijk, als je dan hier zeg maar, je secretaire neer wil zetten en staat dit ding, dat vind ik dan, zou ik dan persoonlijk jammer vinden. Maar dat is, Voor nu noemen we dat vintage, industrieel look. Dat is in tegenwoordig. Dennis weet overal antwoord op, echt waar. Overal antwoord op, ja. Oh, en dit is het uitzicht op de tuin? Ja. Hierachter komt straks de schuur en de berging te staan. Waar nu het hoopje grond ligt. Maar het hoopje grond wordt nog geëgaliseerd? Het hoopje grond gaat nog weg, daar gaan we de tuinen straks mee aanvullen. En, hoewel het ook wel een mooi dijkje, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, het is toch Sliedrecht, hè? Het is toch een dijkdorp? Van de winter, hè? Kunnen we sleeën. Dennis. Goed. Prachtig. Zeg, en die tuin loopt dan tot... Eigenlijk tot aan de muur. Ik krijg een kleine brandgang. En, lekker tuintje. De rest is tuin. Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. Prachtig. Is er nog een fase? Hier houdt het op. Hier houdt het op. Hier houdt het op. Ja. Nou, het houdt natuurlijk niet op, want het gaat gewoon door. Want we gaan zo snel mogelijk plaats maken, zodat Dennis met al zijn mannen gewoon door kan gaan om die hele bouw en al die huizen af te maken, zodat hij zo snel mogelijk onder dak zit. Veel plezier ermee. Zo, goedemiddag. Ik ben weer live terug in de Staatsliedenbuurt, waar wij een prachtige livestream hebben via Zoom met u allemaal daar thuis. In de huiskamer. Ik hoop dat u hebt genoten van de kleine rondleiding over de bouw. Dennis heeft mij op vakkundige wijze rondgeleid. En ik ben helemaal vergeten eigenlijk in het filmpje om hem te bedanken. Dus dat wou ik bij deze nog even doen. Dennis, blijf even op afstand. Ja, we zitten wel nog steeds met de anderhalve meter. Dus alsjeblieft, die zijn voor jou. Goed schuin afsnijden, lauwwarm water en dan... moet het allemaal goed komen. Dames en heren, hier eindigt langzaamaan de livestream met u in de huiskamer. Ik wil de heer Spek, de wethouder, bedanken. En de heer Meurs, algemeen directeur van Forum, bedanken voor uw prachtige woorden. Voor de handeling, voor de vakkundige wijze waarop u de muren hebt gezet. Wij gaan hier afsluiten, dames en heren. Maar dat betekent niet dat het voor u al helemaal afgelopen is. Want wat gaat er gebeuren? Alle microfoons gaan open. U gaat in wezen in een chatroom met elkaar zijn. En u kunt nog even met uw buren en alle mensen die nog hier online zijn, kunt u even met elkaar babbelen. En dan ziet u ons niet meer. Wij horen u niet. Dus u kunt rustig een commentaar leveren op wat u vanmiddag allemaal hier hebt gezien. Geeft helemaal niks. Wij gaan dat niet meemaken. Ik wens u daar heel veel plezier mee. En nog heel veel plezier ook met de aanloop naar uw mooie nieuwe woning. En wellicht... tot de volgende keer in de Staatsliedenbuurt. Dank u wel.